Ik ben Victor Cacheppo, sinds 1962 woonachtig in Nederland en heb van mijn vader en mijn moeder de Papua-strijd met de paplepel ingegoten gekregen. Hoofdzakelijk heb ik mij begeven op de weg van de inheemse volken. Het gaat om het ontwikkelen van een declaratie die de rechten van inheemse volken, waartoe de 253 Papua-volken ook toe behoren, om samen wereldwijd met 400 miljoen mensen te praten over onze collectieve rechten. En met die collectieve rechten en de strijd van de inheemse volken maakt het niet uit binnen welke politieke eenheid je bent. Maar het is heel van belang dat je je eigen taal, cultuur, tradities, gewoontes, dat je die behoudt en je eigen eigenheid en waardigheid blijft behouden. Vrijheid van vergaderen, vrijheid van meningsuiting, die vrijheden die moeten gewoon gegarandeerd zijn, ongeacht de politieke constellatie waar we ons bevinden. En dat is de strijd die ik zie als Victor Cacheppo, als vertegenwoordiger van Papua Lobby namens Dewan Adat Papua en Presidium Dewan Papua, de weg voor de toekomst van Papua, waarin ze in alle rust processen mag doormaken waarin zij haar natuurlijke omgeving kan beheersen en aanwenden voor de doelen waarvoor wij uiteindelijk met elkaar zeggen om op onze eigen benen te kunnen staan. Ik ben van overtuigd dat er nu tijd aangebroken is in de globaliserende wereld, dat er plaats en ruimte moet zijn voor de inheemse volken van Papua om hun stem te laten horen. En daar zet ik me volledig 24 uur per dag, 7 dagen per week fulltime voor in. En ik vind vooral, zoals een dag van vandaag, we vooral moeten benadrukken dat de Papua niet langer in de slachtofferpositie moet zitten. Niet de Papua het slachtofferrol aanpraten. Nee, hij is een eigen actor in zijn eigen toekomst. En dat is dat recht op zelfbeschikking in, als puur sang die de Papua's nu eens keer de hand moeten nemen. Zeg, ik beslis dat ik die richting wil en mijn vrienden kunnen mij daarbij helpen. Laat niemand meer mij vertellen wat ik moet doen. Op mijn moederstaal zeggen we Imboyanke Yambayo, Yanake Yanabayo, Yamari Senores Romangunaya. Of ik iets te eten heb of niks te eten heb, ik wil graag op mijn eigen benen staan. En dat is wat mij betreft recht op zelfbeschikking. I don't understand how come a self-respecting country like Indonesia does not respect its citizens that are living in Papua. You are not killing your own citizen. If you really think that West Papuans are Indonesian, why are you sending 12,000 troops to Papua to kill them? There's no citizen. Yeah. So my question, and that is because I don't agree with Jakarta, but it's just out of logic, legal rights, human rights. If you are my neighbor, there is no reason for me to kill you, and you have no reason to kill me. So let's leave that and let's live in peace. I've talked to Ardena, I've talked to Kunders. We will support West Papua through the United Nations. I'm asking the question to the representative of the CDA and the parliament, can you give more money to Papua, not only to the UNDP, but to the Papua NGOs and the civic society to really use the money to build their capacity, because that is what they are lacking. I have talked to the representative UNDP in Jayapura. He said the problem is these people don't know how to deal with the money. So could you make sure that there is much more financial assistance coming to Papua multilaterally, either through the World Bank, Asian Development Bank, or the IFAD in Rome, or the UNDP, any multilateral entity, but we really need any support that we can get. And you can do it through this organizations here, because I was wondering how Kunders would appreciate the private initiative by all Netherlands people all over Africa, all over. You can watch it on television. I never see anybody going to Papua voluntarily to see, but it is happening. So I think we should challenge the Dutch government to be more proactive multilaterally, because I've talked to the chairman of the European Parliament. She is not knowledgeable about this issue. Well, please help the European Union to understand that. If they don't understand, well, we cannot get solidarity from European Union or from the World Bank.